Kuiper, die graag even wat aan jullie wil vertellen. Fijn dat jullie er zijn. Welkom bij de grootste containertuin oase die we tot nu toe in Nieuwegein hebben. 4 tuinen op een rij met 4 containers. En dat allemaal dankzij de initiatiefnemers die daar nu hun eigen feestmomentje hebben. Containertuintjes worden aangelegd als mensen in de buurt dat willen. En daarom heeft Frank ook een handtekening gezet en ik denk een heleboel anderen ook. Ja. Want het heeft alleen maar zin om een containertuintje te plaatsen als je ook weet dat de buurt dat containertuintje draagt. Dus die is verantwoordelijk voor het onderhoud en het bijhouden van het tuintje. En daarmee ontstaat een soort sociale behoefte om het rond de containers mooi te houden. En het werkt uiteindelijk dan ook bijplaatsingsvoorkomend. Maar het gaat met name om het initiatief uit de buurt. Mensen die zeggen, doe ons maar zo'n tuintje. Dan gaan we zorgen dat het rond de containers mooi blijft. En jullie zijn de initiatiefnemers, hè? Ja, de hoofdmotor, de heer Wijnand heeft met fotomateriaal geleverd en de medeburen hebben ook beloofd dat ze ons gaan ondersteunen. Ja, ja. Bij deze getuigen hier allemaal. Was geen vraag. Ja. En het blijft alleen maar zo mooi als we het samen als buurt ook zeker, zo mooi houden. Absoluut. Ja. Dus onze omgeving, we moeten dat lief hebben en koesteren. En met steun van ze allen bereiken we iets moois in onze omgeving. Nou, dat de gemeente al verliefd was op de rijtuigbuurt, dat wisten jullie al. Want anders waren we hier nooit met betere buurten begonnen. Maar de liefde groeit alleen maar met de groei in deze zeker, bakken. Ja. Het zijn heel bijzondere bakken als jullie kijken naar de details. Ze zijn 3D geprint, niet zo'n huisprintertje, maar ietsje groter van restafval. En het plantgoed is ook door de producent geleverd voor deze containertuintjes. Nou, het is geweldig. Wat kunnen we er nog meer over zeggen? Het regent, we gaan iets warms doen. Volgens mij gaan wij ergens lekker kopje thee drinken.